Dit is Floortje. Ze is samen met konijn Flip gedumpt op het erf van dierenopvang De Wissel. Een medewerker van het asiel trof de beide konijnen in onverzorgde toestand in een kartonnen doosje aan. Op zich waren ze eerder te dik dan te mager. Dus ze hebben wel goed eten gehad. Maar vooral van deze, van het mannetje, waren de nagels extreem lang. Ze krulden ook helemaal om. En had een beetje last van zijn huid. Wel wat slechte plekken in zijn vacht. Het gebeurt regelmatig dat huisdieren gedumpt worden bij De Wissel. Zo worden honden met hun riem aan het hek van het asiel geknoopt of complete nestjes met kittens achtergelaten. Op de camerabeelden is niet te achterhalen wie de konijnen op het erf gedumpt heeft. Linda benadrukt dat dat niet de bedoeling is. Ja, dat hoort natuurlijk niet. We hebben liever dat je gewoon even binnenkomt. Er valt altijd over te praten, hoe we iets kunnen oplossen. We proberen natuurlijk altijd het beste voor het dier te regelen. Wel zijn we blij dat ze niet losgelaten zijn in het bos. Want ook dat gebeurt heel veel. We hebben nu een aantal cavia's die zo zijn losgelaten. Die redden het gewoon niet. Kijk, en als ze op de oprit gezet worden, dan vinden we ze in ieder geval nog op tijd. Maar het is natuurlijk niet netjes. Flip en Floortje worden bij het dierenasiel uitgebreid verzorgd en kunnen daarna bij een nieuwe eigenaar terecht. Maar er zit nog een staartje aan het verhaal. Het zou namelijk kunnen dat de konijnenfamilie binnenkort uitbreidt. Het zijn een mannetje en een vrouwtje die bij elkaar zaten. Dus we moeten even afwachten of het vrouwtje misschien drachtig is of niet. De zomer komt er weer aan en dat is vaak een drukke periode voor het asiel. Vooral ongewenste kittens worden in die tijd binnengebracht. Het feit dat er nog steeds heel veel ongesteriliseerde poezen rondlopen op straat en die dan een nestje krijgen, dat zorgt er echt voor dat het heel druk is in de zomer. Ja. En wie heb je hier in het hokje zitten? Ik heb hier een hele leuke kater. Die liep al een tijdje bij mensen in de wijk rond. Niemand weet van wie die is. Ze hebben heel goed gevraagd. Maar uiteindelijk toch maar hier gebracht. Want hij had ook wat verzorging nodig. Had een beetje een slecht oogje. En daar zorgen we nu voor tot hij helemaal in orde is. En dan mag hij ook naar een nieuw baasje. Al die honden, katten en knaagdieren zijn op zoek naar een nieuwe baas. Nou, zoekt u nog een heel leuk huisdier, een kat, een hond? We hebben eigenlijk het hele jaar door wel dieren in de aanbieding. Allerlei verschillende dieren. Voor iedereen zit er meestal wel wat tussen. Als je erover nadenkt, kom even kijken in De Wissel. En wie weet vindt u hier wel uw nieuwe huisgenoot.